Suriname gaat over minder dan een week naar de stembus. De algemene vrije en geheime verkiezingen worden georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens een op dinsdag 19 mei 2020 gehouden persconferentie ging dit ministerie in op de actualiteiten rond de aanstaande stembusgang, die ook bijgewoond zal worden door een waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Verkiezingen zijn geen zaak van een zittende regering. Organiseren van verkiezingen is geen zaak van het ministerie van Binnenlandse Zaken alleen. Er zijn diverse actoren binnen dat hele proces. Ook de politieke partijen die vormen een belangrijk deel van het geheel. En zowel de parlementaire partijen als de buitenparlementaire partijen, ieder die meedoet dus. Vanaf 2018 is het ministerie begonnen met de pre-electorale werkzaamheden. Dat heeft u ook kunnen volgen. En praten we over het plaatsen van straatnaamborden, straatnamen. Het instellen van de verschillende commissies, verschillende werkgroepen. En we weten dat er genoeg ogen zijn die kijken naar het proces. Een van de belangrijke actoren binnen het geheel is OKB, die als een waakhond samen kijkt ernaar. In OKB weten we inmiddels wie allemaal zitting hebben. Dat zijn zowel leden van politieke partijen behorende tot de coalitie als politieke partijen aan de zijde van de oppositie. Dus u begrijpt dat als het gaat om toezicht, dat wij geen enkel behoefte hebben om één toezicht te schuwen. En zoals de afgelopen periode in de samenleving geruchten van fraude zijn gelanceerd, dat wij geen behoefte hebben om die naam te grabbel te gooien. En het zou ons niet sieren als organisatie om die weg te kiezen. We weten ook inmiddels dat, en dat is ook de praktijksituatie, zittende regeringen, als het zo was dat ze middels fraude aan de macht zouden komen, hadden wij andere situaties in de jaren 87, toen de zittende regering toen organiseerde. En zo kunnen we verder gaan met andere regeringen die hebben gevolgd. Dus u begrijpt dat stukje. We hebben gezien ook dat politieke partijen de informatie dusdanig de wereld hebben ingestuurd. En dat heeft gemaakt dat er allemaal onduidelijkheid is ontstaan, althans bepaalde politieke partijen. Ik breng u in herinnering dat van de uitlatingen die zijn gedaan met betrekking tot stemkisten, stembussen die richting het binnenland zijn opgestuurd, terwijl wij nog geen stembiljetjes hadden, terwijl er nog niet eens politieke partijen zich nog hadden ingeschreven om mee te doen. Dus u begreep dat deze hele leugens allemaal voor verwarring en ruis hebben gezorgd in die samenleving. We kennen ook recentelijk de ruis die is ontstaan met betrekking tot de kiezerslijsten. We hebben van morgen de verschillende deskundigen hier die ten aanzien van dit stuk van de kiezerslijsten dieper op zullen ingaan. We hebben recentelijk ook mogen vernemen, u heeft mogen vernemen, de diverse fouten op stembiljetten. Wat er precies is gebeurd, daar krijgt u ook sowieso meer informatie over. En we weten dat waar er gewerkt wordt, er wellicht een spaander kan vallen. En als het gaat om het proces van stembiljetten, dan weten we dat niet alleen één actor in dit geheel belast is, maar ook andere actoren, ook politieke partijen.
En ik kan u zeggen dat ook politieke partijen stiekem hebben laten vallen, waardoor die fout zich verder heeft. Het heeft verder doorgewerkt naar het resultaat. Maar dat hoort u ook straks van de deskundigen. Tot slot wil ik ieder oproepen, de kiesgerechtigden, om voor of tot en met 22 mei zich te begeven naar de diverse commissariaten of bestuurskantoren, indien zij hun oproepingskaarten niet hebben opgehaald. Inmiddels hebben wij plusminus 75% oproepingskaarten kunnen verstrekken van de 383.193. En exact in cijfers uitgedrukt is dat tot en met 17 mei 286.486. Onbesteld zijn dus op dit moment 96, althans tot en met 17 mei, 96.707. Dus vanuit deze plaats wil ik en ieder oproepen om zijn of haar kaart op te halen. U kunt ook gaan op de website www.verkiezingen.sr, dat is een applicatie. En dan kunt u ook precies zien, mocht het zijn dat u na 22 of tot en met 22 uw kaart niet hebt opgehaald, betekent dat u dat kan zien waar u moet stemmen. www.verkiezingen.sr. En dan mag u op de dag der stemming op die locatie gaan waar u moet stemmen. En dan kunt u ook daar uw kaart krijgen. Wanneer u op die website gaat, www.verkiezingen.sr, dan vult u slechts uw ID-nummer, naam en geboortedatum. En dan ziet u precies. Via Google Map kunt u ook zien hoe u de locatie moet bereiken. Verder kunt u bellen naar de communicatieunit van Binnenlandse Zaken op het nummer 425553. Uiteraard zitten we, tot slot, van mijn kant, zitten we met de uitdaging van COVID-19. Er zijn protocollen uitgewerkt om niet alleen u, maar ook stembureauleden te beschermen voor een eventuele besmetting. Kiesgerechtigden hoeven dus niet te vrezen om te gaan naar het stembureau. Ik wil u oproepen vanuit deze plaats, first time, second time en ieder, om u gebruik te maken van uw burgerplicht op 25 mei. Sinds de COVID-19-crisis zich heeft aangemeld in Suriname, hebben wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken ook niet stilgezeten. We hebben gezeten met de verschillende autoriteiten zoals het COVID-management-team en het ministerie van Volksgezondheid om de maatregelen vast te stellen. En voor de dag der stemming op de stembureaus, voor de kiezers, tijdens het stemproces en de stemopneming. Ik wil het even kort met u delen. Als het gaat om de kiezers, wordt aan de kiezers overgelaten als ze zich wel met of zonder een mondbedekking, mond- en neusbedekking aan te melden bij het stembureau. En natuurlijk zullen er ook wel mensen zijn, kiezers zijn met griepachtige verschijnselen. En aan hun wordt aanbevolen om eerst contact te maken met hun arts of hun poli. Waarna het advies wordt gewonnen door hem. Als zo'n kiezer met deze griepachtige verschijnselen toch hun stem wil uitbrengen, is het hij of zij dan wel verplicht om een mond- en neusbedekking aan te doen.
De veilige afstand van 1,5 meter minimaal is bij u bekend. Dat zal onder alle omstandigheden worden gehandhaafd. Ook bekend is die extra hygiëne die u in acht moet nemen. Handen wassen of handen regelmatig ontsmetten. Die wordt ook eveneens in acht genomen. Ook van belang is, zijn de kiezers, of de kiesgerechtigden in quarantaine. Die krijgen wel de mogelijkheid of de gelegenheid hun stem uit te brengen. Bij het stemproces is het namelijk zo dat er kiezers buiten het stemlokaal gaan wachten. En natuurlijk geldt die 1,5 meter ook daar op het erf. Ze gaan dan beurtelings naar binnen. Maximaal zijn er 3 kiezers die binnen kunnen zijn. U weet dat in het stemlokaal 4 stemhokken zijn, waarvan 1 een rolstoel toegankelijk. En zij gaan dan om beurten naar binnen. Als een kiezer zich aanmeldt met een mond- en neusbedekking, is het zaak en het is verplicht om die mond- en neusbedekking na instructie van de voorzitter van het stembureau af te doen. Waarom? Om de identiteit van de kiezer vast te stellen. Nadat dat is geschied, kan de kiezer de mond- en neusbedekking dan weer opdoen. Dan hebben we het over het dopen van onze linkervinger in het stemproces. We kennen het als dopen in de inktpot. Dit keer zullen we moeten afwijken. En de verkiezingsinkt wordt door een stembureaulid met een wattenstaafje op de vinger van de kiezer aangebracht. Het stembureau lid dat de vinger zal kwasten met dat wattenstaafje, zal dan natuurlijk ook de handschoenen moeten aandoen. Na het gebruik van het wattenstaafje zal het worden gegooid in een daarvoor bestemde afvalbak. Als het gaat om het inkleuren van de stembiljetten, dan wordt er aan de kiezer een rood potlood verstrekt. Hierna zal het dan ook in een daarvoor bestemde bak worden gedeponeerd. In het stembureau zal het zodanig worden ingericht dat we ook rekening houden met de 1,5 meter afstand. In het stembureau zal ook rekening moeten worden gehouden dat de kiezers die naar binnen komen, ik heb u daarnet gezegd over de 3 stemhokken, dat ze dan ook wel die 1,5 meter afstand van elkaar moeten zijn. De stembureauleden hebben wel de voorziening van mond- en neusbedekking. Ze beschikken ook over de nodige handsanitizers. Deze handsanitizers zullen dan ook wel beschikbaar zijn voor de aanwezige politieke waarnemers in het lokaal. Bij het betreden en verlaten van het stemlokaal zal het zijn dat de kiezer bij het betreden hun handen ook worden ontsmet. En bij het verlaten van het stembureau, stemlokaal, zal het ook zijn dat de kiezer wederom hun handen worden ontsmet. De OKB-toezichthouders zijn in het lokaal. Indien mogelijk, althans de politieke waarnemers zijn ook in het lokaal, indien mogelijk en ze moeten dan ook wel, er moet dan ook wel rekening gehouden met die 1,5 meter, minimaal 1,5 meter afstand binnen het lokaal. Indien dat niet mogelijk is, dan zal er een plek worden gezocht waar ze zodanig het stemproces goed kunnen volgen. Bij het tellen tijdens het stemopnemingsproces worden afhankelijk van de ruimte natuurlijk meerdere politieke waarnemers toegelaten tot het stemlokaal. Natuurlijk ook dan weer rekening houdend met die 1,5 meter afstand die we moeten bewaren onder elke omstandigheid.
De internationale waarnemers die ook de bezoekjes zullen afleggen, kunnen ook wel toegelaten worden tot het stemlokaal, ook dan wel met een mond- en neusbedekking. Evenzo worden bij het betreden en verlaten van het stemlokaal hun handen ontsmet. De lichamelijke hulpbehoevende kiezers die melden zich aan met hun eigen begeleider. Het is een afwijking op de regel, want er is een staatsbesluit van 3 maart geslagen. En de overige regels dat in het staatsbesluit staat van het artikel 2, artikel 1, de overige leden zijn nog, die gelden nog voor de bijstandverlening. De kiesgerechtigden in quarantaine, zoals ik eerder heb aangegeven, dat de kiesgerechtigden de gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen, die dag op 25 mei, zal het zo zijn dat een lid van de familie de begeleiding zal doen. En of als deze persoon geen familie heeft, een vertegenwoordiger aangewezen door het COVID-management-team. Dan zult u zich afvragen hoe zal dat geschieden. Vooraf, op tijd, zullen de familieleden een korte instructie of training geven hoe om te gaan met zo'n quarantainist, hoe te begeleiden. Ik denk dat de directeur DNV hierop zal ingaan. Het is bekend dat de kiesgerechtigden in quarantaine een polsbandje aanheeft dat verstrekt is door het COVID-management-team. Aan deze kiezers worden op de dag der stemming, wanneer die zich aanmeldt, de prioriteit geboden. Zij krijgen als eerst de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Het kenmerk van zo'n quarantainist is dan aan een polsbandje. De kiezers die in quarantaine zijn, zijn dan wel verplicht een mond- en neusbedekking op te hebben als ze dan hun stem gaan uitbrengen op een stembureau. En dan hebben we ook gedacht, wanneer er gevallen zijn van hertelling, zullen natuurlijk ook wel dezelfde maatregelen gelden, dan ook wel, ook voor de politieke partijen, die hebben deelgenomen op dat stembureau, die worden toegelaten bij de hertelling. En de COVID-maatregelen gelden nog steeds. Als directeur Nationale Veiligheid ben ik verbonden aan de organisatie van de verkiezingen als voorzitter van de Commissie Veiligheid. En waarom is veiligheid zo belangrijk? Als je dus bezig bent te organiseren verkiezingen, dan is veiligheid pre. Zonder goede opgezette veiligheidsplannen, waarbij we dus kijken dat de veiligheid van diensten, van personen en objecten volledig goed in elkaar zit, kunnen wij niet praten van een goede georganiseerde verkiezingen. En daar zorgen wij voor. Deze commissie bestaat behalve uit het Directoraat Nationale Veiligheid, uit functionarissen van de politie. Wij hebben dan ook nog de mensen van Binnenlandse Zaken en van het Nationaal Leger. Gezamenlijk werken wij dus deze plannen uit en gaan wij na hoe we er zorg voor moeten dragen dat alle personen in het verkiezingsproces, maar ook de objecten, de diensten en de processen die we gaan opzetten of die worden opgezet door Binnenlandse Zaken, volledig gewaarborgd zijn. Laat me dan zo beginnen. U mag weten dat wij ook nog kijken naar de digitale veiligheid. U weet, en ik denk dat de persoon die na mij gaat praten, u weet dat een heleboel gedaan wordt, ook op die dag, dat gaat langs communicatiemechanismen. En we moeten er zorg voor dragen dat ook dat veilig is.
Dus waar wij ervoor kunnen zorg dragen dat niets iets kan stoppen op de dag van de verkiezingen, daar kijken wij naar. Specifiek gaat u fysiek zien, leger en politie, bij alle stembureaus. U gaat ook leden zien van de ordendiensten. U gaat de mensen zien van het leger. U gaat DNV niet zien, maar we zijn er. Wat doen wij? Wij kijken toe, wij merken op en we geven door aan de politie. We geven door aan Binnenlandse Zaken, we geven door aan OKB, we geven door aan CHS. We geven door aan elke instantie die informatie nodig heeft om tijdig bij te stellen, om zaken op te merken en dan als zodanig door te gaan. Om dat allemaal te doen hebben wij veiligheidsplannen opgezet en wij hadden normaal gedacht alles komt en het gaat en het loopt heel prima. Totdat COVID binnenkwam wandelen en toen veranderde alles ook alweer. En op dit moment hebben wij onze veiligheidsplannen COVID-proof gemaakt. Waarbij we dus rekening ermee houden dat alles anders kan lopen op die dag. Natuurlijk delen wij deze plannen niet zo vrij en blij, omdat wij rekening moeten houden dat er mogelijke kwaadwillige inmenging kan zijn. Want daar kijken wij als veiligheidsdiensten naar. Maar wat we wel mee hebben genomen, en dat hebben wij vanuit onze positie in het COVID-management team, hebben wij ook toegekeken toen Volksgezondheid samen met Binnenlandse Zaken gewerkt heeft aan de veiligheidsprotocollen. En die hebben wij ook natuurlijk geadopteerd en die verder verwerkt in ons plan. We gaan dus op de dag van de verkiezingen meer dan ooit erop toezien dat de orde gewaarborgd is. U weet, op dit moment praten wij nog over 50 personen op een stem, voor een samenscholing. En een eenvoudige optelsommetje geeft je al gauw door dat wij boven de 50 personen gaan komen op die dag. Dat is ook een advies die wij zeker ook als COVID-team gaan bespreken met de president. Omdat wij ook als veiligheidsteam dit mee moeten nemen. U begrijpt, u hoort al hoeveel petten er zijn en hoe we ernaar kijken met z'n allen. Dus belangrijk is ook te weten, als we kijken naar de afgelopen jaren, heeft Suriname altijd verkiezingen georganiseerd, vrij van geweld, vrij van djugu-djugu, vrij van onlusten. En zo willen we het houden. Suriname is altijd een land geweest waarbij we elkaar lekker kunnen krabben, op de dag van de verkiezingen lekker competitief kunnen zijn met elkaar, maar we doen het op een vredelievende manier. En ook alle waarnemers die binnenkomen, hebben dat kunnen waarnemen al de jaren. En dat willen we ook weer dit keer zien. En wij gaan als veiligheidsdiensten u en ons Surinamers helpen om ervoor zorg te dragen dat wij ook weer 25 mei hetzelfde resultaat kunnen leveren. Dat we weer met elkaar kunnen zeggen, Suriname heeft haar democratisch recht op een volwaardige manier beleefd. Wat kan ik u nog meedelen? Wij kijken dus natuurlijk ook naar de situatie bij de grenzen. Natuurlijk, de veiligheidsdiensten, weet u nu, zijn keihard bezig bij alle grenzen. En de Veiligheidscommissie, dezelfde leden, kijken er ook naar vanuit een verkiezingsbril. Natuurlijk zal het een uitdaging zijn voor ons allen. Maar op dit moment heeft de regering van Suriname aangegeven dat een ieder op Surinaams grondgebied op 25 mei de gelegenheid krijgt om zijn of haar burgerplicht te kunnen voldoen. En daar gaan wij als veiligheidsdienst, veiligheidscommissie, gaan wij de ruimte natuurlijk ervoor bieden, ervoor zorg dragen dat dat allemaal kan verlopen op een goede en ordelijke manier. Nochtans, u kent de bedreigingen aan de grenzen, oost, west en ook zuid, waarbij mensen de gelegenheid proberen te nemen, gebruikmakende van onze poreuze grenzen, een uitdaging om de uitgestrektheid volledig te kunnen bewaken, dat men nog altijd naar binnen kan glippen.
En dat is natuurlijk een zaak waarbij je dus weet dat je verkiezingen hebt, maar ook nog een veiligheid, gezondheidsveiligheidsvraagstuk. We werken dus wat dat betreft heel nauw samen met de diensten van de andere landen om ervoor zorg te dragen dat wij zeker naar 25 mei dit tot het minimum dan wel kunnen bedwingen, dan wel helemaal niet te hebben. Ik doe van hieruit alvast een beroep op een ieder. Wanneer wij zeggen binnen DNV dat de waarborging van veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dan leg ik het ook weer hier op tafel. Ook de verkiezingen van 25 mei. Wanneer we het bekijken vanuit de nationale veiligheidsbril, wanneer we het bekijken vanuit de commissie verkiezingen, vanuit verkiezingen en dan ook vanuit COVID, dan zeggen wij, wij gaan het niet anders kunnen doen dan wanneer wij de bevolking aan onze zijde hebben en de regering en alle andere diensten, de overheid, de traditioneel gezag, dat is voor wat betreft langs de grenzen, dat wij de bevolking erbij hebben en elke stakeholder moet bijdragen dat wij 25 mei goede, eerlijke, transparante verkiezingen hebben, vrij van inmenging, vrij van geweld, vrij van onlusten, maar waarbij we kunnen zien dat ons democratisch recht volledig benut is. We rekenen op u allen.